Robin Schouten, al de media die wilden jou voor de camera trekken. Dat zegt al genoeg, denk ik. Ja, dat gebeurt als je een goal en assist maakt, denk ik. En tegen jouw clubje nog? Ja, klopt. Een beetje speciaal, inderdaad. Dus we gaan naar de eerste helft. Dat je best wel een belangrijke rol in mijn ogen. Je stond onderhand rechtshalf wel. En je had verdedigend ook nog de taak om Oussama Idrissi van scoren af te houden. Klopt. Hij heeft helaas wel gescoord. Dat was wel heel ver. Dat is een compliment voor hem. Een mooie goal. Ik vul in principe elke wedstrijd, probeer ik hetzelfde in te vullen. Ik hou van aanvallen, het is mijn kwaliteit. Dus dat zal ik ook elke wedstrijd brengen. En vandaag een lastige tegenstander inderdaad. Hij is volgens mij nu voor de tweede keer op rij speler van de maand geworden in de Eredivisie. Dus ja, ik wist dat het een lastige klus ging worden, maar ik denk dat ik het goed heb gedaan. Is het dan lastig om in het veld te combineren, het aanvallende spel, tegen zo'n lastige linksbuiten? Nee, want weet je, als we de bal hebben, doe ik gewoon mijn eigen ding. En dat heeft niks te maken met de tegenstander, want die moet dan in principe gewoon achter mij aanrennen. En in het balbezit van AZ in dit geval is het natuurlijk wel volle focus op je mannetje. Dat hoogtepunt wel van de wedstrijd voor jou, denk ik, de goal. We gingen door je heen. Je was natuurlijk met Stokker samen eruit. Hij liep wat stukje achter. Had je nog het idee om te pasen of dacht je meteen, ik ga zelf? Eigenlijk was het idee om te gaan pasen, ja. Want ik zag hem 2-1 uitspelen. Dat was in principe mijn instelling. Ik wou naar die ene verdediger toe dribbelen en op het goede moment meegeven aan Finn. Maar hij stapte echt helemaal terug richting Finn. Toen dacht ik, ja, ik ga gewoon zelf. Dus eigenlijk een koelbloedige aanval, dus heb ik hier voor de camera. Ja, zeker eigenlijk wel. Dan schakel ik nu de derde Eredivisieclub al uit deze B-campagne. Waarom gaat het dan zeg maar, nu wel en tegen toch het mindere teams toch lastiger? Ja, geen idee, eerlijk gezegd. Ik heb echt geen idee. Voor jou als speler merk je dan verschil of kan de ploeg zich nu beter opladen of hoe moet ik dat zien? Het heeft niks te maken met opladen, want we willen in de competitie ook gewoon elke wedstrijd winnen. Maar op de een of andere manier lukt het in de beker wel en in de competitie wat minder. Dan gaan we toch Europees voetbal halen dit seizoen. Ja, dat zou wel heel gek zijn. Nee, we moeten nog twee wedstrijden. Het is natuurlijk gewoon mogelijk, maar we gaan er alles aan doen om in ieder geval de play-offs voor promotie te strijden. Ik denk dat dat natuurlijk wel het hoofddoel is. En ik denk dat we in principe nu ook echt onze zinnen kunnen gaan zetten op de bekerfinale. Ja, en dat geeft natuurlijk wel enorm veel zelfvertrouwen voor de komende wedstrijd, lijkt me. Ja, tuurlijk. Maar elke wedstrijd die je wint is een lekker gevoel en geeft zelfvertrouwen. Dus, maar dat hebben we vandaag wel een beetje getankt, ja. Top, dankjewel.